Ja, ik zat van de week zo te mijmeren een beetje, weet je, met al die beelden van de Gazastrook in mijn hoofd. Ja, en jullie en ik, ja, we kunnen daar gewoon niet naar kijken, gewoon. Ja, dat laat je toch niet onberoerd. Ik bedoel, dat blijft maar toch een beetje door je hoofd spoken. En terwijl ik zo zat te mijmeren, dacht ik, ja, wat willen ze daar nou allemaal mee bereiken, eigenlijk? Met die Gazastrook. En maar schieten, en maar bombarderen. En die arme mensen daar. Moet je jezelf voorstellen dat je zelf daar zit. En dat je je huis en je kinderen of je gezin kwijtraakt. En, ja, en dan. En je zit al vol met woede en met haat. En dan stapel je dus weer haat op haat op haat. En wat ga je daar dan mee bereiken? Ja. En terwijl ze roepen van ja, maar wij willen die gasten van Hamas. Die moeten we hebben. Die willen we pakken. En daar heeft Israël dan ook gelijk in. Ja, die moet je ook pakken. Ja, ja. En doe dat dan ook. Maar ga niet. Ja. Want straks over 20, 30, 40 jaar. Dan komt al die opgekropte woede van nu. Want die mensen die dit allemaal meemaken. Die kinderen en ook die volwassenen. Die gaan dat nooit meer vergeten en ook nooit meer vergeven. Nee, haat. Dat is het. Diepe, diepe haat. En wat schiet je daar dan allemaal mee op? Ja, want nu zitten ze achter dat Hamas aan. Nou, oké dan, goed. En dan heb je Hamas te pakken genomen. En dan heb je Hamas uitgeschakeld. Maar ben je er dan? Nee, dan ben je er nog niet. Zo zat ik te mijmeren. Nee. Wat overblijft is een enorme diepe haat. Die mensen daar in Gaza zijn doordrenkt met haat. En je kan er wel met tanks in gaan. En je kan bommen laten vallen. Ja. Maar nee. Haat schiet je niet overhoop. Nee. Nee, en haat bombardeer je niet plat.